En deze 2011, ik ga hem je officieel overhandigen. Zet hem op een mooi plaatsje neer. En ik denk dat je voor de mensen die hier zijn iets heel moois hebt neergezet. Misschien onbewust. Dus geef het ook nog even een microfoon om even te doen. Dankjewel. Je hebt de Gay Media Award gewonnen. Wat vind je daarvan? Ik vind het hartstikke leuk dat ik hem heb gewonnen. Ik heb toch iets goeds gedaan in Nederland. Samen met mijn collegaatje Reno Arkenbout. Die Edwin speelt. En ik vind het alleen maar een enorme eer. En leuk dat mensen... Dat over wordt gepraat. En dat we dus zo'n voorbeeld zijn voor Nederland. Ja, vind je het belangrijk dat er positief over homoseksualiteit wordt gepraat in Nederland? Ik vind het wel belangrijk. Ik ben er zelf niet zo heel erg mee bezig. Zeg maar dat ik denk, ik wil echt een voorbeeld zijn. Maar als je dan zo'n prijs krijgt en je hoort dat je voor iets goed staat, vind ik dat toch eigenlijk wel heel erg leuk. Hij kwam met de ruimte binnen bij ons en hij vulde meteen eruit. Het was echt zoveel charisma. Hij ziet er nog eens leuk uit, heeft wat leuks te vertellen, heel lief. En ja, en ik hoop dat hij in het Grand daar met zijn ware liefde kan gaan slapen. Dat zou toch heel erg leuk zijn. De winnaar is Tom! Tom, jongens, kom erbij! Gefeliciteerd, jongen! Mr. Gay Netherlands 2011! Bloemen, champagne! Je hebt de Mr. Gay verkiezing 2011 gewonnen, wat vind je daarvan? Ja, helemaal geweldig, super. Een hele eer om dit jaar van deze titel te mogen gaan genieten. En ik ben ook iedereen heel erg dankbaar. Zowel zeer de mensen die om me gestemd hebben, als de jury. En ook de mensen die in mijn naaste omgeving me heel erg gesteund hebben. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Ik had had ik nog niet eens verwacht dat ik in de top 3 zou komen. Maar ja, daarom wel des te leuker dat ik... wel met een gouden piemel vanavond er wat door mag gaan. Ja, je hebt een gouden wisselpiemel gewonnen. Hè? Wat vind je nou van zo'n prijs? Ja, ik vind het heel leuk op deze plaats dat hij doorgezwappeld is door Misha. En ik ben er heel blij mee. En een hele eer. Ik zou me veel trots dragen. Wat vond je ervan om in de jury te zitten van deze verkiezing? Ja, ik vond het echt een hele eer. Want ja, er zijn zoveel mensen in Nederland en dan vragen ze jou. Dat is wel kick hoor. Waar hebben jullie op gelet? Ik heb vooral opgelet dat ze vrolijk waren en blij waren. En kuiltjes in de wangen hadden, want als je veel kuiltjes in je wangen hebt, dan lach je vaak. En de winnaar die heeft een gouden wisselpiemel gewonnen. Wat vind je van die prijs? Ja, ik hoop dat ze die gouden wisselpiemel, dat ze daar niks mee doen, want anders krijg je al die ziektes en zo. Het is toch maar een heel kleintje? Ja, nee, ik weet niet wat ze met al die gouden wisselpiemel doen. Hey, I was born this way. Hey, I was born this way. Hey, I'm a...